Welkom bij de Meuland Veer in Valburg. Ja, we hebben een aantal bloepers gehad, maar dat gaat hem zeker nu niet worden. We gaan gewoon door. Hartelijk welkom. Nou, we staan hier, we gaan zo het huis even bezichtigen. Anisha neemt jullie mee in de rondleiding. Ik zal op voorhand wat technische details even aangeven. Heel ruim perceel, hele brede grote footprint. Eigen parkeerplaats hiervoor. Ruimtelijk, want er zijn er nu 2-3 plaatsen vrij. Maar daarnaast, als je kijkt, zie je het ook nog bij de garage. Openstaande deuren, het huis, kwalitatieve bouw. En je ziet een airco zitten, stouw gebouwd, geïsoleerd. Strakke voeg erin. Ik heb geen gekke kwalitatieve bouw, ik heb geen gekke bouwelementen gezien. Anies, zullen we er even rond omheen lopen? Zeker. Ja, loop jij voor, loop Twan voor, doen we samen. Kom. Nou, deze woning staat te koop voor. 14. Nou, mocht dat nou niet lukken, een beetje flauw grapje, maar dan verkoop je toch gewoon de boot. Maar dat betekent, als je ziet dat je aan deze kant staat, het heeft een hele brede footprint. Dus je hebt verschillende mogelijkheden, en dat zie je nu zelf ook, bij de parkeerplaatsen, om hier zo aan de zijkant eventueel nog een uitbouw te plaatsen, nog een erger neer te zetten, of zelfs nog een grote parkeerplaats. Hier hebben we een kattenverblijf. Ik heb geen verstand van de kijken de tapersen. Nee, dat gaan we niet doen. De zinken dakgrootte. We kijken naar de dakkapel. Die is met Vespa afgewerkt. Airco hier begaande grond. Als we kijken naar de voeg, ik vind het zelf een hele mooie steen. Kwalitatief afgewerkt. Keurig geschilderd. De tuin ligt op het zuidwesten. Nou, dit is gewoon een hartstikke mooi verblijf. Hier zien we nog een ruimte waar je tuinmeubeltjes op kunt, een tuinhuisje neer kunt zetten. Klein houten tuinhuisje. Tuin op het zuidwesten. Dus dat betekent dat je ook wel hier het zonnescherm nodig hebt. Nou. En een mooie schuifpuin. Aan de achterkant kun je nog ooit een keer opteren om uit te breiden. Een deur in voor de garage waar we zo naartoe komen. Een moestuintje, leuke overkapping. We gaan naar binnen. We komen hier in de bijkeuken. Met de wasmachineopstelling. Nou, dit is eigenlijk mijn domein. Dus gewoon hartstikke mooi. Maar dat geeft ook gelijk aan waarom dat de eigenaar gaat verhuizen. We gaan kijken. Nou, nee, hoe zeggen ze dat bij de Formule 1? We tellen af en dan gaan we racen. Come on. Kijk hier. Dit staat vol. En dat is ook de reden waarom dat de eigenaar gaat verhuizen. Die gaat op zoek naar een grotere ruimte. Een grotere werkruimte dan deze. Nou, ik hoef niet aan te geven wat hier gebeurt. Hier wordt getuned, hier wordt snelheid gemaakt, hier wordt gereisd. En nu is weer even af. Hier komen de keuken binnen. Vuurpits. Gas. Gas naar het combi-oven. Vaatwasser. Ik kom draaien. Is dat aan? Ja. Is dat aan? Ja. Doe maar even open dan. En de woonkamer. Er zit airco in. Franseiken vloer. Beton. Volledig geïsoleerd. Kwalitatieve bouw van de woning. Kanaalplaten. Vaak zie je in kanaalplaten dat er bij een productie valt wat pitjes in zitten, is hier niet aan de orde. Het is echt een kwalitatieve, keurig afgewerkte woning. Geen iton. Het is massieve stenen. Weliswaar, destijds was dat nog schoon metselwerk genoemd. Kan nog altijd een stuk laag overheen, maar dit is gewoon gewit.
Sam, ga je even voor. Zoals... Naar boven. We lopen gelijk even door naar de PS-zolder. Staat mooi open. Heel ruimtelijk. Houten vloeren. Staarhoogte. Staarhoogte. CV-ketel. Opstelling. Die kant over de hele woning heen. Master. Deze zijde heb je net de master slaapkamer met een vaste kast erin. Airco. Doodlopende straat. Alleen nog een fietspad. Dus het verkeersluw. Ze hebben veel licht, veel ramen. Hele rustige straat inderdaad. Alles dubbel glas. De badkamer. Oh, hier wordt een beetje hol. Inloopdouche. Regendouche. Netjes vertegeld. Modern. Mooi wasmeubel, past allemaal heel goed bij elkaar, veel bewegingsruimte ook. Ook veel licht en val. Lekker een lichte badkamer. En een toilet uiteraard. Spanplafond met ingebouwde spotjes. En dan komen we in de laatste kamer. Nou, dit is, op Funda staat vandaag twee slaapkamers. Dat betekent de voor- aan de zijde en de achterzijde van de woning. Maar dit is, oorspronkelijk waren dit drie slaapkamers. Je hebt aan de voorkant gezien dat de deur daar nog aanwezig is. Dus op een hele eenvoudige manier, desgewenst doen de eigenaren dat nog, kan hier een derde slaapkamer gecreëerd worden. Wandje ertussen, de deur is aanwezig, dat kun je straks zelf zien. Voldoende lichtinval met een venster. Velux. Dus drie slaapkamers, de kenmerken die gaan we ook even aanpassen op dit terrein. Desgewenst kun je dat eventueel zelf doen, maar op verzoek doen de eigenaren dat voor je. Dan laat even zien de achterzijde. Nou, dan gaan we het ook hiermee dan mee afsluiten. We hebben de rondleiding gehad. Prachtige mooie woning, kwalitatief, op een groot voetperceel. Nou, bent u die komen te bezichtigen? Ja, wilt u net de bezichtiging plannen? Dan mogen jullie contact met ons opnemen. En dan willen we jullie graag welkom heten bij de Meuland 4 in Valburg. Dankjewel en tot ziens. Fijne dag. Fijne dag.